Hallo kijkers en welkom bij een nieuwe aflevering. Hier terug op de Fetches server. Op mijn oude server waar ik lang aan heb gewerkt. We zijn hier niet alleen, je ziet haar al lopen. Dat is Amy. Hi! Het was een leuk naam. Is me. Ja. Dank je. Dit wordt weer eigenlijk zo'n beetje een comeback. Aflevering, want ik wil wel weer gaan opnemen voor factions. En het is niet zomaar factions. Als ik al ga typen, dan zien jullie waarschijnlijk al wat voor factions het is. Het is factions met Kingdom in 1, dus we hebben de faction plugin hebben gewoon, die gaan we nog anders maken. Ik was even tijd omdat deze server vandaag pas is geopend. Jullie kunnen natuurlijk joinen. Ik zou sowieso de IP van deze server in de beschrijving neerzetten. Nou, ik zou even typen. Dan zie je natuurlijk mooi koning erachter. En dan, ja, natuurlijk hertog als je officier bent. Dus ja, zo werken dus de kingdoms hier een beetje. Ik ga het nog aanpassen. We hebben sowieso de dark wand hier in zitten. Er is nog een dark wand verstopt. Als je die vindt, kan je ook wat leuks krijgen van ons. En ja, dat is dus wel een beetje zo'n beetje. Of niet, Amy? Ja, dat was wel zo'n beetje, denk ik. Jij bent natuurlijk het meest. Je bent owner. Ja, maar toch. Je hebt volgens mij zo'n beetje alles opgenoemd. Oké. Dus wat gaan we vandaag eigenlijk doen hier? Ik zat erover na en ik kom eigenlijk een beetje te gaan minen. Een beetje gewoon een enchantment table te sparen. Ja, is goed. Ik pak even de torches. Ben je nog torches nodig? Ja, volgens mij wel. Ik ga ook even de koeien even voeren. Oké. Ik maak meteen even torches voor jou. Oké. De schaapjes komen al mooi naar me toe. Ik heb deze server echt wel weer gemist. Het was je alles. Ja, het was eigenlijk de beste server die er eigenlijk ooit was, van mij. Hard aangewerkt, lijkt dus tussen de hosting te sluiten. En dan een jaar later, dan ben je er weer. Ja. Hier heb je torches. Dankjewel. Ja, we gaan dus even kijken naar de hosting hierbij. Natuurlijk de Dark Wand, dus ja, als je mij tegenkomt, ren weg. Dat is sowieso een tip. Ik kan er nog niet echt mee om gaan. Misschien zien jullie het goed, dit is gewoon een startspakket. Dat krijg je gewoon in het begin. Oh, je hebt je boots hier inderdaad liggen, mevrouw. Ja, weet ik. Nee, ik heb mijn Iron Boots aan. Oké. Okay. Voor de verandering. Heb jij water mee? Ja, ik maak het ook wel even dag, want het is niet leuk als je in de dag gaat mijnen. Dat is mijn eerste ervaring al. Ik loop gewoon achter, ja. Oké. Okay. Zal ik meteen even de eerste vraag stellen? Ik heb namelijk een vragenlijst. De eerste leuke vraag. Wat is de laatste film die je gezien hebt? Niet hard lopen, want dan ben ik je kwijt. Sorry. Volgens mij is dat Michel de Ruiter. De laatste film die ik heb gezien is volgens mij Ted 2. Volgens mij wel. Volgende vraag. Wat eet je het liefst? Dat is een vraag van, dan denk ik van, ja, ik eet bijna eigenlijk alles zo'n beetje. Maar waar ik echt gek op ben, is lammetjoen. Ken ik niet. Nou, het zal vast wel. Oh, oké. Okay. Dat vind ik ook wel zo lekker. Maar ik vind de normale pizza toch het allerlekkerst. Dat, nee, Hawaii. Ja, en dat is een beetje dezelfde. Nee, Hawaii. Dat vind ik de lekkerste pizza. Nee, vind ik niet lekker. Maar dat is net zo'n vraag als liever de hele leven friet of je hele leven patat. Nee, friet of patat, maar dat is hetzelfde. Oh mijn god. Je ziet gewoon dat het laat is. Friet of patat, hoe je het zegt. Of je leven pizza eten. Wat zou jij kiezen? Patat.
ik pizza, want pizza heb je nog veel verschillende smaken en patat niet. Maar je hebt met patat de laatste tijd ook best wel verschillende smaken mee. We gaan even kijken op laag, we zitten 28 mooi zo. Wat vind je niet lekker? Ja, eigenlijk sla. Ik ook, ik lust het echt niet. Ik heb een klein lijstje sla, mosterd, olijven, alle zure dingen. Oh, ik ben wel gek op zure dingen. Ik echt niet. En ja, eigenlijk een paar andere dingen. Iron. Oké, maar ik ben even bezig. Oké, wat is je lievelingspannenkoek? Ik lees gewoon van een rijtje voor, hè. Dat denk ik niet. Ik pannenkoek is per kaas. Je moet maar, moet je, wow, ik kan echt niet, ik kan echt niet. Je diamonds gevonden. Ah, serieus? Was het even wachten? Oh nee, je kan nu gewoon, want precies dat bij mij wel, een soort van. Ik weet niet hoe het heet, maar dat je meer krijgt. In de moody. Dat was het. Dat heb jij. Nee, het zit er niet op. Oh, wacht. Ik heb efficiency en unbreaking, maar dat maakt niet uit. Wat is je favoriete broodje? Mijn favoriete broodje? Wauw. Wat is zo'n ding ook weer? Een papau. Oh, die is ook lekker. Mijn broodje gezond. Ah. Ik weet niet wat er gezond is, dus daarom. Maar het klinkt gezond. Don't you be like, ik lust het niet. Het klinkt gezond. Nee, doe het niet aan. Nou, ik ga even kijken wat er is met de muziek. Even kijken. En wat voor personen heb je een hekel? Een hekel. Hoe zou ik het noemen? Ik heb niet echt een hekel aan bepaalde mensen, dat niet, maar. Ja, maar soorten mensen, hè? Niet zomaar een persoon. Ben jij maar verder? Je gebruikt mijn tekst, maar die is beter. Oh, die krijg ik niet zo meteen uit. Is goed. Maar ik bedoel niet zeg maar een persoon, maar ik bedoel soorten mensen. Oh, dat? Nou, ja, ik dacht van, oké, ik wil niemand hier. Eigenlijk. Ik mensen die heel arrogant zijn, denken die beter zijn dan de rest. Ja, misschien niet, maar toch. Maar mensen, je moet toch iedereen een kans geven. Je bent nooit alleen op de wereld. Ja, daar heb je gelijk in. Wat ben jij ineens wijs? Ja, dat moet, hè. Jeetje. Dat ken ik jou niet. Even kijken. Je hebt elkaar ongeveer in anderhalf jaar al niet meer gesproken, dus ja, veel veranderd. Wat draag je het liefst? Zwart. Ja, zo? Niks. Wat? Nee, zwart of mijn oude militaire kleding. Oké, ik gewoon denk jeans en shirt of zo. Gewoon iets meer te makkelijk. Ik moet echt met drie mensen tegelijk. Ik moet jouw video opnemen. Ik moet vragen oplezen en ik heb Skype berichten. Oké, veel te veel. Waar wil je oude dag doormaken? Dat is een leuke vraag. Oude dag? Ja. Maar waar wil je later je oude dag doormaken? Ja, dat zou ik eigenlijk op dit moment niet echt weten. Als ik zo moet denken. Want ik blijf liever. Bij de heden, niet bij de toekomst. Want je hebt nog echt een leven voor je. Heb je gelijk in. Dat is niet echt handig als je dan al nu al over dood gaat praten. Oké, nou, ik heb de volgende vraag. Waar ga je dit op vakantie? Ik ga waarschijnlijk dit jaar naar Hongarije. Wow. Daar ben ik echt nog nooit geweest. Ik ben in heel veel plaatsen in de wereld geweest. Oké, je moet me even up-to-date houden. Via iets. Kijk uit, laten. Via iets. Maar hou me even alsjeblieft up-to-date. Ja, ik ga het liefst naar Amerika. Naar Orlando. Daar wil ik ook meteen mijn oude dag doormaken.
Lukies. Ik loop gewoon een beetje achter je aan vragen te stellen. Ja, kan altijd, hè. Oké. Okay. Ik vind het best vreemd. Ik heb helemaal geen toetsje nodig. Welke sport kijk je het liefst? Neem maar voor de kijkers is dat wel handig als ze misschien ook wat kunnen zien. Als ik een sport moet kiezen, doe ik toch voetbal. Redstone. Mag ik even je pickaxe? Oh nee, pak maar gewoon die pickaxe. Ik heb deze. Okay. Nou, voetbal kies jij? Ja. Ik basketbal. Nou, als je dat nou eenmaal in Amerika hebt meegemaakt, van echt een live wedstrijd, dan kan je nooit meer voetbal kijken. Dan is dat gewoon te gaaf als je er live bij bent. Ja, misschien heb je hetzelfde bij voetbal. Daar ben ik helemaal nooit geweest. Ik ben echt een voetbalpersoon. Maar ja, ik is dus echt basketbal. Coca-Cola of Pepsi-Cola? Ajax of Feyenoord? Oh, daar hou ik allebei niet van. Sorry. Feyenoord. Of mensen vinden me nu heel aardig, of mensen gaan me nu haten. Nou, ik weet niet waarvoor de kijkers zijn. Als je deze video nu zit te kijken en je houdt van Feyenoord of van Ajax, zet het even in de comments. Feyenoord. Dan reageer ik of Evi wel op de reacties. Ik weet niet, als Evi zin heeft. Ja hoor, moet lukken. In ieder geval, ze heeft een toestemming daarvoor voor mij, dus... Yay! En ik reageer eigenlijk bijna altijd op de kijkers. En ik denk ook dat ik binnenkort een livestream ga doen op deze server. Oh leuk, ik wil meedoen. Gewoon. Ja, iedereen wil meedoen. Je hebt het op video staan, ik wil meedoen. Ja. Even kijken. Nog eens nieuws dat je met iedereen wil delen? Ja, eigenlijk wel. Nou, vertel. Oh, over je livestream bedoel je? Nee, gewoon. De vraag was, heb je nog nieuws dat je met iemand wil delen? Oh, ik dacht al. Ja, ik kan het hebben over de nieuwe plugin die ik aan het proberen te maken ben. Ja, doe dat. Dat lijkt me echt heel gaaf. Nou, ik ben nou helemaal hyped. Ja, dat weet je wel. Ik ben bezig met een plugin eigenlijk zo'n beetje aan het maken. Dan heb je gewoon een soort display in je scherm van... wat je normaal wil gaan kopen in de shop. Alleen deze keer is het, als je bijvoorbeeld een desert, dus gewoon een zandmondje pak, en die koop je dan letterlijk in de shop, en je plaatst hem in de desert, dan krijg je een hele grote kessel, gewoon van helemaal van zand, zandzone, erop, krijg je gewoon in je, gewoon letterlijk op die plek, komt die letterlijk staan. Die plugin ben ik aan het proberen te maken. En ik probeer hem dan ook in deze server te zetten. Dus ik hoop dat jullie dat ook een beetje leuk zouden vinden als je het dan doet. Ik heb net nieuws dat ik met iemand wil delen. Ik zei dat ik geen nieuws had. Nee? Nee, niet. Ah, dat is jammer. Oh ja, bijna vakantie. Poep poep. Ja, hashtag dus, dat is altijd leuk. Dat is altijd leuk. Ja, altijd. Nooit vervelend. Oké, even kijken. Wat wil je... Ik kan echt niet meer praten. Wat wil je vroeger worden toen je klein was? Ik wil vroeger heel graag militair worden. Ben je dat uiteindelijk al geworden, omdat je net praat over militair kleding? Ja, dat heb ik me eigenlijk een beetje verklapt. Ik heb er wel 2 jaar in gezeten. En toen? Ja, ik vond het eigenlijk op een gegeven moment niet aan, want ik leerde eigenlijk wat je... Ja, waar het eigenlijk allemaal op ging. Als je militair... alleen op slachten, op mensen dit, dat denk je als je jong bent best wel over. Alleen als je ouder wordt en je zit er op een gegeven moment in, dan denk je ook bij jezelf, ja, dan maakt het eigenlijk niet zo uit. En ik vind in één keer suiker niet. Ja, ik zat van, oké, is ineens super random, denk maar, ik heb laten we hier lekker suiker in plaatsen. Ja, goed idee! Ja, dat is ook... Zombie, wil je even heel snel gaan? Dus één grote lavapool hier. Dat is mooi, obsidian.
Hoe zeg jij dat? Obsidian. Obsidian. Of 49. Wauw. Oké, okay, dan als jij dat lekker gaat hakken. Oh, weer mijn pickaxe hebben, dan gaat het veel sneller. Hier. Kan je ruilen dan? Ja, is goed. Voor nu dan, hè. Ik heb hem later terug. Even kijken. Ik ga eerst zombie jacht. Ooit in Amerika of Afrika geweest? Zombie jacht. Oké, okay, goed antwoord. Nee, ik ben eigenlijk buiten Duitsland, Engeland, België en half Frankrijk. En dan ga je naar, weet ik weer? En dan ga je ineens van België, Frankrijk en Engeland naar Hongarije. Oké, okay, klinkt logisch. Oeh. Ja, moet wel. Zo, anders wordt ze boos. Ja, kun je zeggen. Als ze deze video kijkt, dan wordt ze zo boos. Nee, ze wordt niet boos. Oké, okay, ooit een auto-ongeluk gehad? Nee. Nog nooit, gelukkig ook niet. Ik ook niet, gelukkig. Ik hoor wel mensen die dit boven vragen, maar zelf wil ik het niet. Wat is je favoriete dag van de week? Vrijdag. Ja, dat vind ik ook, want dan heb je ook nog school. Nee, en dan weekend. Ja, bij mij ook. Maar dan heb je ook nog school en dan doen we eigenlijk alleen maar nog leuke... Eigenlijk doen we gewoon helemaal niks op school. En dan meestal kan iedereen dan skypen en gewoon afspreken. En op zaterdag zijn meestal mensen weg, dus... En dan ben je loon. Ja, dan ben je loonie. Oké, favoriete restaurant? Ja, ik ook niet zo heel snel. Je is goed na te denken, maar ik weet het. Oké, okay, ik heb zo'n meidenlijstje voor me, zo'n meidenvragenlijst. En daar staat letterlijk favoriete bloem. Okay. Dus Lars, wat is je favoriete? Hier heb ik zo'n koudje van bloemen. Zo hè, als er zwarte bloemen zijn. Nee. Oké, okay, favoriete ijsmaak. Vanille? Ja, vanille. Bij mij watermeloen. Favoriete fastfood restaurant? KFC. Ben ik eigenlijk nog nooit geweest. Heel eerlijk. Bij mij denk ik... Ik ga dus heel vaak naar fastfood restaurant. Als ik dan moest kiezen... Gewoon een McDonald's, want ik ben niet zo heel vaak geweest. Ergens anders. Ja, zou ik je nu wat zeggen? We hebben nu 30 opties. Wow, nice. Nou, als je nu het veld ziet, is je schrik je kapot. Oké, okay, ik ga kijken. Oh mijn god. Hier is nog meer, hè? Ik kan ja, die kip treffen. Tada! Okay. Ja. Hak maar los, dan ga ik weer verder met vragen. In welke winkel geef je... In welke winkel wil je al je geld uitgeven? Ik weet hem al. Primark. Ik zou het eigenlijk in principe niet weten. Waar ik al mijn geld aan wil uitgeven. Weet je het echt niet? Nee. Nou, oké. Okay. Je kunt er even over nadenken, denk ik. Wat is je favoriete kleur? Ondertussen dat ik die beantwoord, ga ik toch weer terug naar boven. Dus dan doe ik slash F home. Zo. mijn favoriete kleur? Ja. Ik heb er eigenlijk twee. Nou. Eentje van de kleur. Zwart? Zwart en rood. Bij mij is het blauw en groen. Ik vind het toch het mooiste. Oké, okay, even kijken. Nee, dat was het. Dat waren de laatste leuke vragen die er zijn. Oké. Okay. Dus ik ga nu even kijken naar nog meer vragen. Of wil je gaan afronden? Even kijken. Nee, we kunnen nog
Oké. Oké, 32 vragen, maar je beste vriendin te vragen. Nou. Nee, die gaan we niet doen, sorry. Omdat wij PFF zijn? Ik denk eerder gezegd dat ik er volgende keer iemand anders bij doe. Oh nee. Ja, met de opname. Nou. Oh nee, mag ik dan ook bij? Dan ga ik die vraag aan hem stellen. Ja, ja, is goed. Ja, mag ook. Oh, we hebben deze keer 12 diamonds erbij gekregen. Als je een awkward aflevering moet hebben, nodig mij dan uit om op te nemen. Ik kom zeker. Daar ben je helemaal geschikt voor. Jee. Ben ik nog ergens goed voor? Kijk eens wat hier buiten staat. En hij zat op de table. Ik zag het al. Ik vind het geweldig. Ja, hier, je pikkers. Oh ja, kijk even terug. Oh, dat is slechte ruil. Slechte ruil? Wat? Ja, jij ruilde je non-enchant pickaxe voor mijn enchant pickaxe. En ik zei, wat een slechte ruil. Is daarin? Ja, zo'n beetje allemaal hoor. Alleen ik dacht, man, ik geef hem toch even een enchant. Ik ga gewoon die vraag stellen. I don't care. Nou, oké. Kijk eens, dit is in ieder geval de eerste aflevering van Survival op de nieuwe server. Ik zou in ieder geval alles in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie het ook mooi meespelen. Wacht, voordat we afsluiten. Dan bewaar ik deze vragenlijst voor de volgende keer. Gna. Be prepared. Je weet het, als jullie een van de kijkers, die kunnen ook uitgenodigd worden door ons. Om bij ons in de factions te zitten. En mee te doen met Amy, die een beetje eng doet. Nou, in ieder geval. Geef in ieder geval een like op deze video. Deel deze video. Laat even achter in de reacties of je aardig of fijn ook bent. Ja, dat zeker. En in ieder geval abonneer op deze channel. Deze channel. Goed ja, Nederland! Deze channel, ik ben moe man. Het is. Kijk, het is 10 voor 1. 10 voor 1. Ja, ik ben ook moe. Door al die sprites ben ik nog wakker. In ieder geval, jullie snappen het wel. Ik zet ook de IP onder. Schapen, hou je kop. Slachten voor jou af. Ik ben. Als je even een minuutje hebt. Nee. ja, dat was het eigenlijk wel. Ik sta hier bij de grote boek. Dus ja. Hierbij zeg ik dat de video wordt afgesloten. Heb jij nog wat te zeggen? Doei! Ik heb niks om te zeggen.